vrees het moment dat ik zal moeten stoppen. Ja, Walter, al een aantal jaar burgemeester hier in Afrigem. 13 jaar nu. 13 jaar, kijk. Ja. Hoe is het bevallen? Goed. Die jaren zijn gevlogen. En als iets vlug gaat, dan is het leuk. Dus het is leuk geweest, het is boeiend geweest, het is afwisselend geweest. Het is druk geweest, het is af en toe spannend geweest. En ik leer nog elke dag bij. Kijk. En dat vind ik er zo mooi aan. Ja. Ik steek nog alle dagen iets op waarvan ik dacht, ja, dat is nieuw. Ja, Walter, de combinatie als burgemeester hier in Afrigem, echt die serieuze rol. Ja. En de vrolijke kabouterplop op het toneel en op televisie. Hoe is dat? Dat is voor de meeste mensen en voor mezelf ook een beetje een schizofrene situatie. Alsof je een dubbele persoonlijkheid hebt. Ik moet, als burgemeester van Afrigem moet ik vaak, wat je zegt, serieus zijn. Maar ik zie wel dat mensen af en toe genieten van het feit dat ik ook tijdens een vergadering wel eens durf... Ja, wel eens probeer van niet te serieus te zijn, een beetje grappig te zijn. En dat komt omdat ik in staat ben om veel dingen te relativeren. Als je in twee verschillende werelden zit, als Plop of als burgemeester van Samsel, maar ook als burgemeester van Afrigem, dan relativeer je wel de dingen iets makkelijker. Ja. Als burgemeester van Afrigem is dat natuurlijk iets ingewikkelder en complexer dan dat. En dat maakt dat ik vanuit de beide werelden naar de wereld, naar de maatschappij, naar de gemeenschap, op een andere manier kan kijken. Mm-hmm. En dat vind ik, ik kan het iedereen maar aanraden om twee dingen te doen in het leven die niets met elkaar te maken hebben. Hier zijn Kabouter Plop, Klus, Kwebbel en Smaal! Bloepertjes allemaal! Ja, Walter, in 1990 begon de carrière bij Studio 100. Ja. En in 1997 begon je rol als Kabouter Plop. Ja. En wat was nou eigenlijk voor jou een beetje wel het leukste moment in je hele carrière? Dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke. Ik zal er een paar mooie momenten uitpikken. Een van de mooie momenten bij Samson en Gert, dat hebben we gedaan tussen 1990 en vandaag eigenlijk nog. De mooie momenten daar waren de live optredens s'avonds ergens in het land, buiten. Daar kwamen toen, dat was tijdens de zomer altijd, tijdens de mooie zomeravonden. In de maanden juli en augustus hebben wij door de vakantie en dan traden we op, door in het hele land eigenlijk. En daar kwamen duizenden mensen op af elke keer, duizenden mensen. Het grootste aantal wat we ooit hebben gehaald was in Weinigem, tegen Antwerpen, boven Antwerpen, ja. 18.000 mensen. Dat zijn momenten die mij bijblijven. Dat waren hele... toen bleek toch dat Samson immens populair was. Dan is daarna in 1997 Kabouter Plop gekomen. Even mij dat gevraagd om dat te doen. En ik kreeg weinig aanduidingen van de regie. En de eerste draaidag herinner ik me nog. Ik was vooraf wel het pak komen passen en ik dacht, oh nee. Dat gaat een vermoeiende zaak worden. En ik had de titelsong ingezongen in juni 1997. Ploplied. Ja. Ik ben Kabouter Plop, hadden we geprobeerd. En dat lukte. En dan hebben we ook de Kabouterdans in juni ingezongen. Ik in mijn eentje eerst. Ja. En dan zijn we, ik herinner me die eerste draaidag nog. En dat was dezelfde regisseur voor Plop dan voor Samson. En ik kwam in de studio binnen en die zei, wat gaan we met die figuur van Plop doen? En ik weet nog dat ik zei, ja, dat is aan de regisseur om te bepalen welke figuur ik daarvan maak. Maar we moesten meteen beginnen draaien. Ja. En hij zei, ja, doe maar iets. Ik vertrouw je helemaal, maar hij mag niet op de burgemeester lijken, dat weet je toch. En dan is het figuurtje ontstaan met een beetje een diepere stem en die huppelde zo wat ongemakkelijk. Zo is Plop dan eigenlijk ontstaan. Dat was mooi dan. Om te zien dat die figuur meteen als een raket de lucht inschoot en zo populair werd, dat heel binnen de kortste keren wist heel Vlaanderen wie is Kabouter Plop. Maar was dat niet gek voor jou dan? Dat je bijvoorbeeld op broodtrommel stond, dat er knuffels werden, tijdschriftjes... Dat is gek, ja. Dat is gek, want je wordt met jezelf een beetje geconfronteerd op al die producten, op al die... Ja.
Dat is een beetje vreemd, ja, dat is vreemd. En dan zijn we naar... wij zijn beginnen optreden live met Kabouter Plop in het jaar 2000. In de studio's waar we opname hadden. Om het even te proberen. Gaan de kinderen dat wel begrijpen, dat die kleine kabouters van op televisie plots grote mensen zijn? Om die live aan het werk te zien. Hoe gaan ze daarop reageren? Wat gaan die ouders daarvan zeggen? Gaat dat aanvaard worden? Mm. En dat was een schot in de roos. En dat hebben we in 1999 gedaan. En dan in 2000 zijn we meteen op tournee naar Nederland gegaan. En dat hebben we bijna 20 jaar volgehouden voor uitverkochte zalen. Altijd. We begonnen een tournee en die was uitverkocht. En we deden alle grote zalen in Nederland. De Martini Hall in Groningen, Chassé Theater in Breda, Congresgebouw in Den Haag. Die speelden we allemaal vol. En daar heb ik, dat waren, omdat je zegt, wat zijn de mooie momenten. Ja, dat zijn momenten die je nooit vergeet. Maar het nadeel aan al die mooie dingen en die mooie jaren, en die, want ik vraag me vaak af, waar zijn die jaren heen? Ja, het gaat zo snel. Het gaat te snel. En je hebt dus geen tijd om daarvan te genieten. Nee. Misschien ook goed, je beseft het niet, en de trein gaat maar door. En ik werkte toen 7 op 7, alle dagen, ofwel als Plop, ofwel als burgemeester. En dat ging als een trein, als een sneltreinvaart was dat. En je beseft niet waar je mee bezig bent. Je probeert het natuurlijk altijd alle dagen goed te doen. En ik zeg altijd, ik zeg dat nog altijd, wat ik vandaag doe moet beter zijn dan wat ik gisteren heb gedaan. Ja. Wat vonden ze er thuis dan van? Dat je altijd steeds zo veel weg bent? En... Ja, ik was een soort zigeuner eigenlijk. Ik was altijd maar weg. Ja. Soms vertrok ik en dan zei ik, ja, ik heb een valies mee, ik heb een koffer mee. Voor een paar dagen, ik weet niet wanneer ik naar huis kom. Dat zullen we dan wel zien. Maar dat is wel best wel heftig. Dat is heftig, ja. Ja. Maar wel leuk. Maar de banden thuis zijn daar ook altijd gewoon goed mee gegaan? Ja, natuurlijk. Ik ben nu 34 jaar bezig, dus ik ben langer bezig op televisie en met die twee figuren dan dat ik mijn eigen vrouw ken. Ja. Dus die hebben nooit iets anders geweten, nooit iets anders gekend. Ja. Maar ik moet zeggen, dat ik heb wat stapjes overgeslagen in het leven. Van het gezinsleven en van, heb ik de indruk dat ik dingen heb gemist. Wanneer zijn ze beginnen fietsen? Wanneer zijn ze beginnen praten? Wie was die juf in de tweede klas? Dat ben ik allemaal kwijt. Ja. Dat heb ik precies niet echt bewust meegemaakt. Nee, maar dat is misschien ook wel jammer. Dat vind ik nu, door iets ouder te worden, wel een beetje jammer, ja. Ja. Maar is dat nog wel te combineren? Het werk allemaal, maar ook thuis, privé? Soms moeilijk. Ja? Soms moeilijk, ja. En waar merk je dat aan? Ik merk dat aan het feit dat ik vaak 's morgens naar het gemeentehuis vertrek, 's middags thuis kom om binnen de 10 minuten iets te eten. Dat is dan staand. Ja. 1 of 2 boterhammetjes en ik ben terug weg. En dan eet ik 's avonds niet, of dan zien we wel hoe laat ik thuis kom. Dat is dan 10, 11, 12 uur. Ja. Ja, dat zijn lange dagen. Dat zijn lange... Soms ben ik weer eens moe. Ja. Soms denk ik, oh, ik ben bek af. Soms denk ik, nu zou ik geld geven om eens tot de middag te kunnen slapen, bijvoorbeeld. Maar heb je er dan nooit aan gedacht van, misschien moet ik er eigenlijk eens mee gaan stoppen? Met carrière als burgemeester? Ik ben daar, hoe ouder ik word, hoe meer ik daar een beetje bang van word. Ja. Ja, ik weet dat het zal komen, dat er een moment komt dat het ophoudt en dat het... Ik ben nu 62, ik word dit jaar 63, dus dat is niet min, toch? Nee. Maar ik voel nog heel veel energie, heel veel creativiteit, engagement, dat voel ik nog. Ik sleur mij niet van de ene vergadering naar de andere. Elke keer denk ik, nu iets nieuws, wat komt er nu? Je krijgt er gewoon energie van. Maar. Ja, op een of andere manier. Maar ik besef wel dat de jaren die op de teller staan, dat die niet terug te draaien zijn. En dat er toch, dat er meer jaren achter mij liggen dan dat er voor mij liggen. Ja. Van actief leven bedoel ik. En dat maakt mij op een of andere manier een beetje bang, is misschien veel gezegd, maar toch. Ik vrees het moment dat ik zal moeten stoppen.
soms denk ik wel even aan die dagen van toen, toen ik die rust wel had. En alleen maar moest bezig zijn met, waar moet ik gaan optreden, ken ik mijn tekst, hoe gaan we dat organiseren, waar moet ik wanneer zijn en wanneer kom ik terug. En, ja, dat was veel, ik leidde toen een veel rustiger bestaan. Maar toch heb je je weer verkiesbaar gesteld. Ja. Waarom? Ja, waarom? Ik kom nu zoveel mensen tegen in de gemeente die zeggen, ja, wie anders? Dat is ook een aanmoediging en dat is ook een appreciatie om te zeggen, je hebt het goed gedaan, dus doe nog een beetje verder. Ik denk dat ik Kabouter Plop zal blijven doen tot het esthetisch niet meer verantwoord is, om het zo te zeggen. Dat echt een oud kaboutertje. Een oud kaboutertje, dat is een kabouter wordt maar mooi als hij oud is. Ja. En die figuur van Kabouter Plop is natuurlijk ook een tijdloos figuur. Gaat eigenlijk met de jaren mee. Die gaat met de jaren mee en als ik die foto's bekijk, of beeldmateriaal bekijk van de beginperiode 1997, daar zit niet zoveel verschil op. Nee. Die outfit is nog hetzelfde, die muts is nog hetzelfde, die baard is, dat is allemaal nog hetzelfde. Alleen de man die eronder zit is natuurlijk een beetje verouderd, is een beetje zwaarder geworden en is een beetje ouder geworden. Maar dat is zo fijn om te doen, zo, alsof door die muts op te zetten, alsof er een mechaniekje in mijn hoofd ontstaat dat zegt, nu ben je Plop en nu heb je energie en nu ga je voluit. En als ik echt zou moeten kiezen, dan denk ik dat ik, als ik nu echt zou moeten kiezen in het leven en je zou mij nu zeggen, je moet kiezen tussen burgemeester van Afrikem blijven nog 6 jaar, hè, of tot, of je mag, of je moet Kabouter Plop blijven spelen tot het eind van je dagen, dan zal het Plop zijn, denk ik. Maar ik heb mij altijd voorgesteld, of mij proberen in te beelden, hoe gaat dit ooit stoppen? Ja, dat is de grote vraag. Hoe gaat dit nu ooit aan zijn einde komen? Want K3 hebben ze natuurlijk eigenlijk vervangen, soort van. Ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat er morgen een programma zou komen, Studio Onderzoek Plop. Welke Plop zal dat dan zijn? Gaat die groter zijn, dikker, smaller? Gaat die een hoge stem hebben? Gaat die een diepe stem hebben? Hoe gaat die acteren? Acteren kan je niet. Dat blijft, de kopie is altijd slechter dan het origineel. Ja. Dus ja, ik denk dat het met mij zal stoppen. Maar hoe het gaat stoppen, daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Zou ik wel eens willen weten. Cliffhanger is daar. Ja, 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 eigenlijk wel. Niemand ja. weet hoe het gaat eindigen. Niemand weet het. Ik zie het mezelf wel stoppen als ik bijvoorbeeld, als men mij morgen zou zeggen, ja, je wordt toch een beetje oud om op tournee te gaan en het gaat allemaal misschien een beetje moeilijker, zou je niet in Plopsaland willen in de vakanties optreden als Plop, misschien solo of gewoon een kleine show van een half uurtje. Dat zou ik wel een mooi einde vinden zo. Ja. Omdat zo, dan kabbelt dat rustig ja. naar zijn einde. Wat ik heel jammer zou vinden, is dat het plots abrupt zou stoppen. Ja. Dat zou ik zou graag zelf weten wanneer het stopt. Ik ben nu net gebeld om tegen eind van het jaar als burgemeester en misschien ook als Plop tevoorschijn te komen op de Rewind Party in Sportpaleis eind dit jaar. Kijk. Dat is dan voor jongvolwassenen. Die gaan helemaal uit hun dak als ik dat podium opkom. En dat zijn een van de mooiste momenten ook. Dan ben ik door ouder worden daardoor soms een beetje geëmotioneerd ook. En wat hoop je nou eigenlijk na te laten zo meteen als de hele burgemeestercarrière helemaal voorbij is? Ik hoop dat ik voor dat ik een steen heb verlegd, dat ik de gemeente er anders heb doen uitzien dan dat ik ze gevonden heb. Ik hoop dat ik de gemeente beter zal achterlaten dan dat ik ze gevonden heb. Ja, Walter, bedankt voor je tijd. Met veel plezier gedaan. Ik ontvang jullie graag. Want jullie zijn, ik mag zeggen waarom, hè? Ja, ja. Ja, jullie zijn origineel. Want jullie stellen vragen die je niet verwacht. Ik heb in mijn leven al 100 interviews achter de rug en het gaat vaak over hetzelfde. Maar jij peutert naar de mens achter de figuren, de mens achter de burgemeester van Afrikem. En jij probeert te zoeken naar een antwoord op de vraag, wat maakt je blij, wat maakt je verdrietig, waar heb je spijt van, wat vind je leuk. Je zoekt naar de mens en dat doe je op een heel originele manier. Hoed je af daarvoor. Nou, dankjewel. Ja. En ik wens jou ook voor de rest nog heel veel succes te komen. Dankjewel. Jaar. Zowel als burgemeester hier in prachtige Afrikem, ja. als de rol als burgemeester van Samson en Marie, ja. als Kabouter Plop.
Ik nodig jullie terug uit bij deze. Als de verkiezingen zijn in oktober en als ik het haal, dan zijn jullie terug welkom. Kijk. Dan drinken we een afvlieging op de toekomst. Houden we. Ja. Dankjewel. Dankjewel.